Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 128. Zometeen krijgen jullie een filmpje over producten te zien die bij creatief worden gemaakt. Maar eerst een nieuwe, wat zei jij nou? Kom erin! Kijk eens, ik heb een mooie doek gekocht. Dat is zeker een mooie doek, maar wat wil je ermee zeggen? Ik kan jou laten verdwijnen met deze doek. Verdwijnen? Kom op nou. Dat geloof ik niet. Kijk maar. Huh, waar is Erik nou? Huh? Ik ben helemaal niet verdwenen. Dit is geen zuivere koffie. Huh? Wat zijn die kringen nou? Dat is geen zuivere koffie. In het begin van de Tweede Wereldoorlog raakte de voorraad koffie snel uitgeput. Koffie is vanaf juni 1940 dan ook alleen nog maar verkrijgbaar met voedselbonnen. Vanwege deze grote schaarste kwam er in 1941 koffiezuurgraat op de markt. Dit product bestaat voor de helft uit gerst, waaraan een mix van erwten, veldbollen en kiesjerijwortelen, eikels en tulbollen werden toegevoegd. Dit idee kwam oorspronkelijk uit de 19e eeuw. Toen werd in tijd van schaarste dure koffie gemengd met zure graatproducten. Deze koffie is dus niet helemaal zuiver. Hier komt dan ook de uitdrukking, dit is geen zuivere koffie vandaan. Trouwens, in de Tweede Wereldoorlog ging men koffiedrap hergebruiken door er een beetje je vers product aan toe te voegen. Ook dit was geen zuivere koffie dus. Geen zuivere koffie dus. Beste kijkers, bij Creatief beschilderen we houten schijven die als onderzetters kunnen worden gebruikt, maar ze kunnen ook op worden gehangen. Zoals die achter ons hangen. Deze onderzetters die heb ik ook gemaakt. En er staan kerstballen voor de kerst op. En theelichten voor de kerst. Dit is bijvoorbeeld een verlichte stad. Hij is nog wel niet helemaal af. Maar als hij klaar is, dan is hij natuurlijk te koop. Maar als u een andere afbeelding wilt, dan kan dat natuurlijk ook. We maken ook dingen op verzoek. Wilt u deze schijven kopen? Kom dan gerust bij ons binnen bij Gewoon Doen. Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijk jullie volgende week weer. Gewoon Doen!